Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President-elect Santokki maakt opwachting bij aftredend president Boutersen. Jarige Surinaams Pedagogisch Instituut ontvangt 60 stuks tablets en recente lokale besmettingen realiteit van COVID-19. President-elect Chandrika Prasad Santokki heeft op woensdag 15 juli 2020 zijn opwachting gemaakt bij aftredend staatshoofd Desiree Delano Boutersen. De uitgaande en inkomende regeringsleiders ontmoeten elkaar op het presidentieel paleis, waarbij zij onder meer over de regeringsoverdracht van gedachten hebben gewisseld. Santokki en Ronnie Brunswijk zijn op maandag 13 juli gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van de Republiek Suriname. Hun inauguratie vindt plaats op donderdag 16 juli. Het Surinaams Pedagogisch Instituut viert in oktober dit jaar zijn 40-jarig bestaan. Mede tegen deze achtergrond heeft telecomprovider Digicel Suriname op woensdag 15 juli 60 stuks tablets geschonken aan de onderwijsinstelling. De apparaten werden door onderwijsminister Lilian Ferrier overhandigd aan SPI-directeur Hortens Promes. Zij zullen het digitaal onderwijs ten goede komen. I am grateful for the things that you have done. Yes, I'm grateful for the victories we've won. I could go on and on and on about your word, because I'm grateful, grateful, so grateful, just SPI, 40 years, 40 jaar, 40 years worthy work, preparing teachers for a changing world. En als we dus kijken naar wat zich vandaag aan de dag afspeelt, dan hebben we alle reden om te praten over een veranderende wereld. Maar die veranderende wereld heeft niet alleen maar te maken gehad met de huidige omstandigheden met betrekking tot het COVID-19-virus. De maatschappij, de wereld, is constant in beweging, dus aan het veranderen. En omdat de wereld verandert, omdat de maatschappij verandert, betekent dat dat het onderwijs daar mee moet gaan. Minister, geweldig. Dank u wel dat u naar mij hebt willen luisteren. Dat u het verzoek ook heeft willen overwegen.
en uiteindelijk ook wil verwezenlijken. Hartelijk dank. En ik wens jullie een geweldig moment verder toe. Dank je wel. Onze lieve directeur, mevrouw Pommes, heeft hard gewerkt. Ze heeft toegehoorden, iPads binnenland of tablets binnenland, maar die waren voor de scholen. Heeft ze me direct een project gestuurd. En ik wilde echt anderen dit initiatief volgen, want mensen zijn snel om te komen, mag ik ook. Maar je moet eerst gaan nadenken, een planning. En mevrouw Pommes heeft een projectvoorstel ingediend. Dan kan ik werken. In het projectvoorstel, toen ik het ontving, had Digicel ons ook tablets toegezegd. Maar 50. Dus ik dacht, oké, 40 zijn dan 40 jaar, 40, life begins at 40. Van mij begint na de 70. Ik geef er 40. Maar tot mijn grote verrassing, en ook daarvoor zijn we dankbaar, zegt die Giselle, je krijgt het dubbele. We zitten dus in het feestjaar van het SPI. U ziet het, 40 jaar SPI, 1 oktober 2020. En in dat kader hebben we dus een heleboel activiteiten gepland. Ik heb dus op een gegeven moment een project geschreven, omdat we ons meer willen gaan richten op digitaal onderwijs. We willen dus ook de digitale mogelijkheden op het instituut uitbreiden. En in dat kader heb ik dus toen contact opgenomen met de minister. En het resultaat heeft u dus vandaag gezien. Dus we hebben een project geschreven. En als gevolg van dat project hebben we dus vandaag de beschikking gekregen over 60 tablets. Ze zullen ingezet worden als ondersteunend materiaal bij de verschillende leergebieden, maar ook het ICT-onderwijs. Maar wij voeren ook een project uit waarbij de studenten naar het binnenland gaan, de binnenlandse stage. En op die tablet zijn er dus verschillende lessen verwerkt. De studenten zullen dus leren hoe daarmee om te gaan en vanuit die digitale mogelijkheden les te verzorgen aan de leerlingen ook in het binnenland. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die communicatie met de verschillende afdelingen goed is. Mevrouw Pommes zit ook in het directeurenoverleg onder leiding van meneer Rotsburg. Daar heb ik ook mee vergaderd. Close contact met de mensen en wat zijn de knelpunten en hoe zie jij zelf de oplossingen. En nogmaals, als de mensen zelf komen met voorstellen, en ik moet zeggen op dit directieniveau is dat prima. Daar hebben we ook heel veel gebruik van gemaakt, ook met benoemen van nieuwe directeuren. Hoe ga je dingen aanpakken? Dan ondersteun ik dat. Het is niet zoals vroeger gedacht werd, de minister moet alles beslissen en de minister moet dit doen. Nee, kom met je voorstellen en dan kijken we, past het in beleidsrichting die we opgaan? En zo ja, dan gaan we dat ondersteunen. Zo simpel is het. Maar alles doorschuiven op bord van de minister, van toiletpot tot aanvraag voor een lamp. Sorry, dat werkt niet meer. We hebben ook een traject ingezet voor quality education. De mensen hebben onder leiding van meneer De Keijzer toen gekeken van performance excellence in education. Nou, dat is zo'n boekwerk. Maar om het uit te voeren, we hebben nu 8% gescoord. Maar om het, ja, de andere ministeries hadden 5%, dus. Maar om nu verder te gaan en
dat traject door te zetten, dat hangt dus nu van de nieuwe regering af. We willen kwaliteitsonderwijs. En daarvoor heb ik me ingezet. Daarom zijn de wetten in place, de organisatiestructuur, de curricula, richtingen, waar moet het naartoe? Dat is allemaal in place. We hebben recent ook nog de vakanties aangepast aan regio. Dus er zijn toch wel heel veel dingen gebeurd, maar in elk geval de aanzet is gegeven. Met de recente besmettingen van werknemers uit verschillende diensten en of bedrijven is meer dan duidelijk dat COVID-19 onder ons is. Het virus is een realiteit en treft wereldwijd nog dagelijks duizenden mensen. Hoe gaan wij ermee om? Wat doen wij om besmetting te voorkomen? Hoe noodzakelijk zijn maatregelen om verspreiding te voorkomen? Allemaal vragen waarop in de afgelopen 4 maanden nadrukkelijke antwoorden zijn gegeven door autoriteiten belast met het maximaal onder controle houden van COVID-19 in Suriname. De antwoorden en maatregelen zijn grotendeels doorgedrongen tot de samenleving, getuige de respons zoals het opvolgen van de hygiënevoorschriften. Zoals eerder gesteld blijft het onder alle verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 onze samenleving niet harder treft. Maak u er een levensstijl van door alle voorschriften blijvend in acht te nemen. Houd u rekening met uw medemens en gehoorzaam het bevoegd gezag. COVID-19 bedreigt samenlevingen en zet zorgsystemen en economieën onder druk. Wij hebben het in eigen hand dit een halt toe te roepen. Uw medewerking is van groot belang. Dat was Focus. Vergeet u niet, was en ontsmet uw handen na elke handeling. Doe altijd uw mond- en neusbedekking op. En als het niet nodig is om over straat te zijn, blijf thuis. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.